Henk, een knappe zegen bij Heracles. Er is niet veel clubs gegeven om daar te winnen, jullie wel. Toch was je na afloop niet tevreden, met name niet over die tweede helft. Je zei, dat gaan we nog even evalueren met de jongens. Tot nu toe hebben we altijd gekozen voor videobeelden. Gezien het schema was dat nu was dat wat lastiger. En ik moet zeggen, ik had het ook wel gehad even met videobeelden. Ik ben het zat om mensen 10 beelden te laten zien. Dit keer had ik er wat meer behoefte aan om wat meer zeg maar vocaal tekeer te gaan. Yeah, we spoke about the game. I thought first half we did really well. You know, it was a game of chess. We were being patient and we got the goal. And then second half, when they got the red card, we kind of lost a little bit of discipline. So we worked on shape today and keeping discipline, staying in position. And then once we're disciplined and we're in position, we can keep the ball, move it and then go for goal and get our chances. Dan even over de wedstrijd van morgen tegen Heerenveen. Dix is geschorst. Leerdam lijkt me een logische vervanger. En aan de andere kant, linksback, heb je twee goede mogelijkheden, twee goede spelers. Lastige keuze? Ja, oh, absoluut, want beide heren hebben natuurlijk hun specifieke kwaliteiten. Ik denk alleen dat de kans wat groter is dat Kruiswijk gaat spelen, omdat die heeft wel wat krediet opgebouwd natuurlijk. Niet alleen bij ons, maar ook volgens mij bij onze supporters. Is aan een heel goed seizoen bezig. En Alex, wat me aan Alex beviel, is dat hij begon. Het heel moeilijk had tegen Kuwas, uitstekende speler. Maar dan zag je de vechter in Alex toch omhoog komen. En hij herstelde zich. Daar waar anderen misschien hadden gedacht, nou weet je wat, ik doe een blessure faken en ik laat me lekker wisselen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is teruggevochten. Nou, en op het einde, vlak voordat we wisselden, dus eigenlijk vlak voor rust al, zag je dat hij er behoorlijk doorheen zat. Het is toch een wedstrijdritme die je op moet doen. En soms hebben ze er moeite mee om dat bij Jong te doen. Maar geloof me, dat is een van de belangrijkste stappen. Naast Kruiswijk ben je dit seizoen ook enorm te spreken over Michael van der Werf. Die is ook geblesseerd. Zijn vervanger is Miesca. Hoe vind je dat hij het doet? Nou, wat ik mooi vind van Miasga is dat hij in het begin een beetje binnenkwam van, nou, dat ga ik wel even doen. Nou, hij liep tegen een aantal zaken aan. De Nederlandse competitie is toch net iets anders dan de buitenlandse competities. In Nederland wordt er verwacht dat je heel veel voetballend. Nou, daar is hij wel mee aan de slag gegaan. En ik moet zeggen, qua mentaliteit en qua duelkracht en qua nogmaals de kwaliteiten die hij heeft in de duels met name, daar doet hij het uitstekend in. You feel comfortable in the defense? Yeah, I feel very comfortable. All the guys and the coaching staff and still confidence in me and within the team. We're all confident players, so it's good to get some minutes and help the team. Het is een winnaar en de rest gaat hij ook steeds beter invullen. Doet heel veel veel meer logischere zaken aan de bal. Dus ik vind het verschrikkelijk dat Van der Werf er niet bij is, want ik moet zeggen dat ik heel erg gecharmeerd ben van Van der Werf. Maar Miasca die vangt het uitstekend op. Verwacht je morgen een open wedstrijd? Ja, want ik denk dat Heerenveen een ploeg is die van zijn eigen kwaliteiten uitgaat. Dat doet Streppel sowieso. Dus dat geeft ons ook weer mogelijkheden. Het geeft ons absoluut ook wat problemen hoor. Want ik vind dat ze met name op het middenveld uitstekende voetballers hebben. Voorin levensgevaarlijk zijn. Snelheid, doelgerichtheid. Dus we zullen absoluut heel scherp moeten zijn. Maar ik ben ook van overtuigd dat we wel aan voetballen toe zullen komen. I think fourth place is manageable for us and I think we can do it. And obviously we have a cup final to look forward to. So there's a lot of good upcoming big games ahead. And we're really excited and everyone's ready for the challenge.